Moderne lastwerkzaamheden vinden plaats onder zeer uiteenlopende arbeidsomstandigheden. Soms zijn lastige omstandigheden onvermijdbaar, soms zijn de omstandigheden juist zeer geavanceerd. Maar zelfs onder optimale omstandigheden produceren de meeste lasprocessen rookdeeltjes. Deze lastdeeltjes kunnen long-, hersen- en hartziekten veroorzaken. Dampen van nevenproducten kunnen de ademhalingswegen irriteren en men vermoedt dat deze slepende en levensbedreigende ziekte kunnen veroorzaken. Alle lastfaciliteiten hebben veiligheidsadvies nodig om verontreinigingen in de lucht te meten en zo vast te stellen welke ademhalingsbescherming geschikt is. Inderdaad, ook omstandigheden die volgens de voorschriften als aanvaardbaar worden beschouwd, kunnen aanleiding geven tot een reeks van symptomen met inbegrip van misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, irritatie van ogen en huid, koorts door metaalrook en algehele vermoeidheid. Veel bedrijven zorgen vandaag de dag voor een betere ademhalingsbescherming dan vereist is, om daarmee lastersvermoeidheid en ziekteverzuim terug te dringen en tegelijkertijd de motivatie en de productiviteit te verhogen. Het AdFlow frisse luchttoestel vergroot het comfort van de lasser door onder andere de ademhalingsklachten en vermoeidheid te reduceren. In ruil daarvoor zijn de prestaties en de productiviteit van de lasser meetbaar verbeterd. En in veel gevallen is het aantal dagen ziekteverzuim onder de werknemers drastisch gedaald. Zowel het AdFlow als het Fresh Air C-systeem is getest aan de hand van de huidige Europese normen en is CE gecertificeerd. Het AdFlow-systeem is compact en een lichtgewicht, zodat lassers nauwe ruimte kunnen betreden. Er zijn geen batterijkabels en geen scherpe hoeken die aan obstakels kunnen blijven haken. De vormgeving van de AdFlow-motor is zodanig dat deze past op de onderrug, waar de lucht aanzienlijk schoner is dan de lucht bij het gezicht van de lasser. De AdFlow-motor zuigt lucht in de hoog-efficiënte filtermedia. De gefilterde lucht wordt door een ademhalingsslang naar het luchtkanaal van de helm geblazen. Dit luchtkanaal verdeelt lucht vanuit drie openingen, één boven de ogen en twee langs de zijkanten. Dientengevolge wordt de gefilterde lucht gelijkmatig over het gehele ademgebied verdeeld, zonder een irriterend blazend effect. Een zachte en elastische gezichtsafdichting houdt de verontreiniging in de lucht buiten, terwijl de uitgeademde lucht kan ontsnappen. Het AdFlow-systeem heeft speciale elektronica om het debiet van luchtstroom voortdurend in de gaten te houden en de blaaskracht dienovereenkomstig aan te passen. De luchtstroom is vooraf ingesteld op een minimum van 160 liter per minuut en deze blijft constant op deze vooraf ingestelde waarde, ongeacht de mate waarin de batterij is opgeladen of de hoeveelheid stof in de filter. De constante omvang van de luchtstroom verhoogt het comfort van de lasser en verlengt tegelijkertijd de nuttige levensduur van de stoffilter. Voor hete, vochtige omgevingen kunnen lassers gebruik maken van de stand AirFlow Plus. Door gewoon een tweede keer op de on-knop te drukken, neemt de luchtstroom met 20% toe. Mocht de luchtstroom ooit onder het minimumniveau belanden, dan gaat er een alarm af en een rode LED waarschuwt de gebruiker. Een LED-display geeft constant aan in hoeverre de batterij op dat moment op is geladen. Als de batterij opnieuw opgeladen dient te worden, wordt er een kort geluidssignaal gegeven en de batterijindicator begint te knipperen. Zowel de batterij als de filters kunnen vervangen worden terwijl de gebruiker de unit draagt. De AdFlow-riem rondom de motorunit is heel breed met het oog op extra steun in de rug. Het voorste deel van de riem is gemaakt van ademend leer en zodanig vormgegeven dat de bewegingsvrijheid en het comfort van de lasser maximaal zijn gegarandeerd. De exclusieve borstelvrije motor heeft 3 maal de levensduur van traditionele motoren, wat betekent dat de AdFlow op lange termijn het voordeligste systeem is.
Met de juiste filters is een AdFlow-systeem toereikend voor het filteren van hetzij stof en rook. En dus is het met recht een 2-in-1 systeem waarmee rendement en gebruikersflexibiliteit maximaal zijn gegarandeerd. En de gebruiker kan al naar gelang de behoefte of de stof of de gasfilter vervangen. Hij hoeft niet beide filters tegelijk te vervangen. AdFlow is tevens verkrijgbaar met het SpeedGloss FlexView systeem dat ideaal is voor lassers die onder andere in minder goed verlichte ruimtes werken. De SpeedGloss FlexView heeft een speciale scharnierende voorzijde die volledig kan worden verwijderd bij andere werkzaamheden dan lassen die een oog-, gezichts- en ademhalingsbescherming vereisen. Als er gedurende langere tijd andere werkzaamheden dan lassen plaatsvinden, biedt de Clear Visor met AdFlow de gebruiker een maximaal zicht. AdFlow biedt een nominale beschermingsfactor van 50 en is ideaal voor gebruikers die een hoge mobiliteit verlangen. Het SpeedGloss 9000 Fresh Air persluchtademhalingssysteem heeft een nominale beschermingsfactor van 200, waardoor het bij veel toepassingen met een bijzonder hoog niveau aan stof en rook kan worden gebruikt. Dit buitengewoon lichte systeem heeft een door de gebruiker regelbare luchtstroom van 140 tot 300 liter per minuut, waardoor het geschikt is voor zeer hete of veel eisende toepassingen. Het ademhalingstoestel met persluchtsysteem is getest conform de norm EN270.